ben Ron Blauw, 50 jaar, horecaondernemer, een aantal zaken in Amsterdam en in Oudekerk en Amstel. Vader van 3 kinderen en getrouwd. Ik dacht voor het eerst, ik ga de horeca in toen ik ongeveer een jaar of 16, 17 was. Na mijn eerste stage in Hoorn vond ik het zo'n leuk vak, creatief, met mensen omgaan, dat ik dacht van dit is wel iets wat ik heel graag wil. Maar het ondernemerschap heeft er eigenlijk altijd al ingezeten, ook op het moment dat ik chef was. Het calculeren, met cijfertjes bezig zijn, kijken of een gerecht wel in zijn marge zat. Dus ik heb altijd die cijfertjes wel betrokken bij het koken. Nou, er zijn heel veel innovaties in de horeca. Alleen zijn we wel op een punt een beetje dat alles al wel een keer gedaan is, denk ik. En dat is een beetje die spijkerbroek wordt van 15 jaar geleden die 15 jaar later weer in is. Alleen in een nieuw jasje en met een nieuw truitje erboven. Maar natuurlijk, technisch gezien en qua apparatuur zijn er altijd innovaties. Een van de innovaties in onze onderneming is bijvoorbeeld ons systeem in de keuken. Waar we werken met vroeger handgeschreven bonnetjes. Nu gaat alles via computer en op schermen. Zodat elke kok ziet per afdeling wat hij moet maken. En hoeveel tijd hij daar al aan besteed heeft. En als het te lang duurt, dat het gaat knipperen. Zodat we ook weten van, hey, gas geven nu. Zodat het nooit ten koste gaat van de gast. Goede werknemers zijn altijd lastig om ze te krijgen, maar ook om ze te behouden. Dus wij doen er alles aan binnen ons bedrijf om het zo comfortabel, leuk en ook vooral gezellig te maken. Maar ook met een beetje het gevoel dat er wel wat moet gebeuren, maar met zo min mogelijk druk. Dus we merken toch bij jonge mensen dat te veel druk niet goed is. En daar werken we heel erg aan. We hebben een soort mentorsysteem. Dat jongens die hier binnenkomen altijd bij iemand werken die al wat langer hier werkt. Ze ook een beetje alle regels en alle wetten binnen het bedrijf leert kennen. We sporten met elkaar. We hebben één keer in de maand een gezamenlijke stapavond met elkaar in een café waar ze dan allemaal samenkomen. Dat ze ook elkaar leren kennen. We hebben een 06-nummer van iemand als er problemen zijn wat ze kunnen bellen om problemen op te lossen. Waar we eigenlijk helemaal buiten staan, maar een soort vertrouwenspersoon. Dus ja, heel veel dingen al om het gewoon zo goed mogelijk voor ze te regelen. Als ik in een andere branche zou moeten zoeken om zo succesvol als nu als kok te zijn, zou ik reclamewereld kiezen. Dat heeft me altijd zo leuk geleken, gewoon om creatief te zijn, leuke zinnen te bedenken, leuke commercials te maken, leuke slagzinnen, fotomomenten, gewoon om maar mensen te prikkelen. En om ze te prikkelen van, koop mij of kom bij mij. Ja, reclame is altijd een droom van me geweest.